zonder enige ervaring een hotel beginnen. Dat klinkt als een sprong in het diepe, maar als er een monumentaal pand uit 1850 in Schravenzande voorbij komt, kunnen de twee Westlandse zussen het idee van een hotel niet meer uit hun hoofd krijgen. Omdat er nog niks is in Schravenzande en de ligging aan de weg, aan de N211, is goed achter het strand, aan het dorp. Ja, dat is eigenlijk perfect voor een hotel. En daarom hebben ze de benodigde certificaten gehaald en zijn ze het pand gaan verbouwen. Tijdens de verbouwing kwamen allerlei oude details boven water. Deze oude steentjesmuur die kwam bij het slopen van de binnenkant van het pand kwam deze tevoorschijn. En die vonden we eigenlijk ook zo mooi en zo sfeervol dat we besloten hebben om die zo te laten. Nou, wat hier opvalt zijn natuurlijk de houten balken die er eigenlijk al 150 jaar in zitten. De inrichting van het hotel hebben de zussen helemaal zelf bedacht en aangeschaft. Dat heb ik altijd al heel leuk gevonden. Al gewoon kleinschalig in mijn eigen huis. En nu zo'n groot project met 8 verschillende kamers, een hotel inrichten. Ja, dat was wel een beetje een droom. De kamers hebben allemaal een kunstwerk op de muur van 2 graffiti-kunstenaars. We hebben deze 2 broers 2 weken hier in huis gehad. En die hebben in iedere kamer 1 muur bespoten. En dit is een van de kunstwerken, dit is de Van Gogh-kamer. En zo is er onder meer een kunstwerk van een deel van Panorama Mesdag, waarvan het origineel in Scheveningen te zien is. En het pronkstuk is toch wel het meisje met de parel van de Delftse schilder Johannes Vermeer. Afgelopen weekend kregen de zussen de eerste gasten en dat was spannend. Vrijdag stroomde het vol met mensen uit Duitsland, België, Nederland, overal vandaan. Het was natuurlijk wel de grote test of alles het goed deed, alle douches het goed deden, alle faciliteiten goed werkten. Nou, en dat was gelukkig het geval. Het hotel is een droom die uitkomt voor de zussen. Het is heel bijzonder en als ik dan hier rondloop en het allemaal eens bekijk en dan bedenk, jeetje, dit is van ons, dit gaan wij runnen, hier gaan wij een groot succes van maken, dan word ik daar wel heel blij van.